En we zijn weer in de Energy Plant, daar waar we Eternatus gevangen hebben. En ja hoor, Swordward staat ons alweer op te wachten. Die zegt wel, wel, wel. Yo Nintendo fans en yo Rickertje Army, wil je ook bij de Rickertje Army? Druk even op die abonneerknop hier beneden, is gewoon gratis, dus kan je gewoon doen. En dan ga ik verder met Pokémon Sword, waar we toch wel aardig bij het einde beginnen te komen nu, denk ik. We moeten de wilde Pokémon die aan het Dynamaxen zijn stoppen en we zijn alle gymleaders aan het helpen om ze te laten, ja, stoppen, die Pokémon. Dat doe ik samen met Pierce en Hop. En nu gaan we Bee helpen. Bee heeft iedereen in veiligheid gebracht en nu wilden ze de Dynamax Pokémon gaan uitdagen. Maar dat gaan we lekker samen doen met Hoppie erbij. En Bee zegt, ja, er zijn verschillende tegenstanders, dus we moeten even splitten. Oké, nu moet ik het dus alleen gaan doen. Oké, nou, dat kunnen we wel. We zijn Pokémon kampioen. Dus als we dit niet kunnen, dan zijn we geen waardige Pokémon kampioen. Het is een Conkeldurr. Go Grimmsnarl. Ja, en de vraag van de dag, die is vandaag, wat jouw goede voornemen is. Heb jij een goed voornemen in 2020? Laat het me even weten. Mijn goede voornemen is om nog meer te gaan uploaden, zodat we met nog meer mensen komen in de Rickertje Army. En ik heb er zin in, jongens. Ik heb er zin in 2020. Daar is die. Grimmsnarl. Is mijn Grimmsnarltje dan ook sneller? Ja, zeker is die sneller. Ik dacht dat dit super effective was. En het is super effective. Lekker bezig, Grimmsnarl. Eens even kijken wat Conkeldurrtje gaat doen dan. Conkeldurrtje gaat Max Knuckle doen. Ja, die doet altijd pijn. Maar dat kan Grimmsnarl prima hebben. Want Grimmsnarl is een baas. Nog een keer. Max Starfall op zijn bakkeroni. Hoppakee, en dat is het einde van Conkeldurr. Kijk, altijd als je Pokémon gebruikt die super effective moves hebben, dan gaat dit wel goed komen. Dan hoef je hier denk ik niet te veel zorgen over te maken. Bee, is het jullie ook gelukt? Bee zegt, ja, met jullie hulp zijn de Dynamax Pokémon allemaal weer normaal geworden. En Bee gaat voor hun zorgen in dit stadion, dus we hoeven ons geen zorgen te maken. En als we probleempjes hebben, dan kunnen we natuurlijk ook Bee gaan bellen, want ook van Bee krijgen we een zeldzame League kaart. Een van de leukere gymleaders wel in Sword and Shield, vind ik Bee. Ja, ik vind haar een stoere chick. Hop zegt, we moeten alle plekken gaan helpen waar Pokémon helemaal gek beginnen te worden. Er zijn nog 2 stadions die we moeten doen. Dus daar gaan we nu naartoe. Wij moeten nog naar Hammerlock. Die gaan we als laatst doen. We gaan eerst even naar Kirchester. Goedemorgen Kirchester. We komen eraan. We gaan jullie helpen. Ik ben helemaal vergeten wie de leader was van deze gym. Wie was dat ook alweer? Oh ja, dat was Gordy. Tuurlijk, ik dacht altijd dat dit een ijsgym was, maar dit is de Rock Gym. Nou, dan heb ik wel de verkeerde Pokémon voor me staan. Gordy was net aan het bedenken hoe hij al deze Dynamax Pokémon zou moeten uitschakelen. Maar hij zegt, met jullie gaat het vast en zeker lukken. Ja, dat wel. Alleen ik heb nu Colossal op de eerste plek staan. Dus dat is eigenlijk totaal niet handig. Oh man, dit is een gigantische Gigalith. Ja, nee, dit is niet handig. Ik moet eventjes gaan wisselen, denk ik, naar Rillaboom, jongens. Oh, Max Quake. Oh, nee, dat is niet fijn. Dat vind ik niet chill. Oké, valt mee. Ik dacht even dat dit mij aardig pijn ging doen. Maar nee, natuurlijk niet. Rillaboom! Dynamaxum! Bam! En gooi even een grote grasaanval op zijn bakkes, alsjeblieft, jongens. Kom maar door. Max Overgrowth. Babalababababab. Yeah! Oef. Oef, we hebben nog een keer nodig. Ondertussen gaat Gigalith voor Max Rockfall. Ja, en die doet meer pijn, jongens. Maar goed, dat maakt allemaal helemaal niks uit. Want we gaan hem toch wel fixen in de tweede beurt met Max Overgrowth. Baba, Gigalith. Word maar weer gewoon normaal. Ga maar weer gewoon chillen. Rustig aan. Ja hoor, ja, je was een waardige tegenstander. Maar tegen super effective moves ga je het toch echt niet redden. Gordy, is het jou ook gelukt? Gordy zegt, goed gedaan allemaal. Heeft er niemand pijn? En Hop zegt, nee hoor, nee, niet echt. Om tegen een Dynamax Pokémon te battelen in je eentje is best wel hard werken. Gordy zegt, nou, ik had niks minder van jou verwacht, Rickertje. Goed gedaan. Ook Hop, jij bent ook een betrouwbare trainer. Helemaal verbaasd, Hop. Nou, Hop, ik bedoel, je bent toch ook gewoon een goede trainer. We hoeven ons geen zorgen te maken, want ook Gordy gaat zorgen voor de Pokémon die we gebattled hebben. En ook van hem krijgen we een zeldzaam League kaartje. En dat betekent dat we nog maar 1 gym hoeven te doen. Let's go, Pierce. Let's go, Hop. We gaan naar de laatste gym. En dat is de gym van Raihan in Hammerlock City. Raihan, waar ben je? Ben je hier ergens? Oh, Sonja, die staat hier. Maar laten we eerst even Raihan gaan helpen. Gaat het nog goed, Raihan? Die zegt, nou, goede timing van jullie.
jullie. Het stadion heeft zijn limiet bereikt. Er zijn te veel Dynamax Pokémon hier. De kracht van de Wishing Stars wordt op een verkeerde manier gebruikt. En Ryan vraagt zich af wat dit allemaal heeft veroorzaakt. Het is in ieder geval een probleem. Maar laten we eerst wat gaan doen aan het Dynamax Pokémon voordat we te veel gaan praten. Ryan zegt fantastisch. Het lijkt erop dat we een onverslaanbaar team hebben met z'n allen. En Ryan zegt tegen Piers, in het bijzonder jij. Want jij hebt me echt heel goed gebattled tijdens de Championship Cup. Je had mijn Dynamax Pokémon bijna verslagen. En Piers zegt, nou, ik denk dat het beter gaat als we ons verdelen. Als we even splitten. Dus we moeten het weer alleen gaan doen. Wat is het? Oh, het is een freaking grote Haxorus. Ja, toch wel een van de sterkere Dragon-type Pokémon. Maar goed, wij hebben Fairy-type moves. En met Fairy-type moves kan je draak-Pokémon over het algemeen best wel goed verslaan. Dus, Grimmsnarl, doe je trucje. Pak hem aan. Let's go. Wie is er sneller? Oh, hij is sneller met Max Steel Spike. En die is ook super effective, ja. Ja, dat is niet chill dat hij een Steel-type move kent. Oké, Max Starfall, kom op, Grimmsnarl. Nee, we fixen hem niet in één keer. Dan gaat mijn Grimmsnarl gewoon down. Tenzij ik nu wel opeens sneller ben, maar dat denk ik niet. Nee, Haxorus doet Earthquake. Is niet super effectief. Oh, ik overleef het, want hij doet Earthquake. Oh, dat is super chill. Nou, dan hebben we dit gewoon wel met Grimmsnarl gefixt. Deze had ik even niet verwacht. Ryan zegt, jullie zijn echt fantastisch. Je hebt me hier toch wel een beetje gered. Oh, hij gaat weer een selfie maken. Oh, zodat hij dit moment herinnert. Deze guy, jongen, altijd met zijn selfies. En ook Ryan mogen we gaan bellen als we in de problemen zitten. Nou, ik denk eerder dat zij mij allemaal moeten bellen als zij in de problemen zitten. Hij zegt tegen Piers, nou, wij moeten wel even een nieuwe battle gaan hebben. En dan gaan we allebei niet Dynamaxen. Ah, dan gaat Piers winnen, man. Piers gaat je klaren, vriend. Ryan vraagt, ik denk dat jullie al aan het uitzoeken zijn wie hier allemaal achter zit, toch? En hij zegt, ga door. Ik zorg er wel voor dat het goed blijft gaan in Hammerlock Stadium. Zo, nu hebben we alle Dynamax Pokémon in ieder geval verslagen. En Piers zegt, nu moeten we alleen nog die Sword and Shield weirdo's zien te vangen. En Rob zegt, als we dat niet snel doen, dan kan het allemaal weer overnieuw beginnen. En Piers zegt, was professor Sonja niet degene die aan het uitzoeken was wie die gekke gasten zijn? Rob zegt alleen maar, ja, en als ik ze vind, dan ga ik ze klaren, vriend. We worden opgebeld. En dat is Sonja. Maar Sonja staat hier in de gang. Sonja, heb je ons niet voorbij zien lopen? Ja, zie je wel. Het is Sonja. Die Sword and Shield weirdo's, die zijn in Hammerlock Stadium. En ze gaan richting de Energy Plant. De deur zit op slot. Maar ik denk dat ik het wel open krijg. Geef me even een momentje en dan kan je ook naar binnen. Sonja zegt, hoor je dat? Hammerlock Stadium. Kom hier. Zo snel als je kan. Lekker bezig, Sonja. We zijn er langs gelopen. Piers zegt, ja, we zijn er al. De deur naar de Energy Plant, die zal hier in de hal moeten zijn. Ja, zie je wel. Sonja, die stond hier al met haar jamper. Yo, Sonja. Sonja zegt, één momentje. Ik denk dat ik het bijna heb. Oh, het is raar. En wat doet jamper? Oh, Jemper doet donderschok. Oh, Jemper opent de liftdeur voor ons. Nice. Lekker bezig, Jemper. Sonja zegt, bedankt voor je hulp, Jemper. En Jemper is ook blij en happy de peppy. En Sonja zegt, ja, die twee gasten die zullen wel boven zijn. Doe voorzichtig. Oké, Sonja, wij gaan naar boven. En we zijn weer in de Energy Plant. Daar waar we Eternatus gevangen hebben. En ja hoor. Swordward staat ons alweer op te wachten. Die zegt, wel. Jullie hebben het slot gebroken. En de stadions gered. Dat had ik wel verwacht van de kampioen. Jullie, volgers, moedig hem aan. Oh, wat? Swordward heeft gewoon volgers. Wauw. Piers zegt, wat is er met deze weirdo's? Ze zijn echt super weird, super raar. En Hop vraagt, waarom moeten Pokémon Dynamaxen van jullie? En Swordward zegt, al die leugens en fake stories die jullie geloven. We hebben dit gedaan om de echte natuur van Zacian en Zamazenta te laten zien. Dat zijn super goede Pokémon. Waarom zou je misbruik van hen maken? Hop zegt ook, Zacian en Zamazenta hebben Galar gered. Oh, nu wordt hij boos. Je zegt, wat een sukkel ben jij. Wij zijn altijd herinnerd als de afgezanten van de echte held. Omdat jullie Galar zo nodig moesten redden van Eternatus. En die vrouw daar een boek over heeft geschreven. Dan geloven mensen ons niet meer. Oh, wauw. Jullie zijn gewoon te trots. Swordward zegt, jij zei dat de echte helden de Pokémon waren. Jullie hebben de geschiedenis veranderd. Zeggen jullie dat wij en onze voorouders leugenaars zijn? En Swordward zegt, nou nee, ik zou kunnen geloven dat jullie afstammelingen zijn van de Galarian koning. En Swordward zegt, ja inderdaad. En vergelijk de dingen met hoe ze vroeger waren en hoe ze nu zijn. En de oude historie was veel beter. Die was goed. En toen
kwamen er overal helden. En dat is helemaal onzin. Ze zijn gewoon jaloers. Ze willen zelf de helden zijn. Dat is waarom ze nu zo boos doen. En Sonja zegt, dat is helemaal niet waar. Wat ik schreef, dat is de waarheid. Zacian en Zamazenta zijn degene die de Galar-regio voor altijd hebben beschermd. En Sonja zegt, nou, dan zullen we de waarheid maar eens even moeten gaan testen. Aangezien we er toch niet uitkomen. Als wat jullie zeggen waar is, zelfs als we ze bombarderen met Galarian stukjes, dus de Wishing Stars, dan zouden ze nog steeds kalm moeten blijven. Zacian en Zamazenta. Pierce zegt, ik snap het. Dus al die Pokémon die jullie niet dynamaxen waren gewoon alleen maar experimenten. En Hop vraagt, willen jullie echt de twee Pokémon die ons gek hebben gemaakt gewoon helemaal wild laten worden in Galar? En Hop zegt, willen jullie de twee Pokémon die Galar hebben gered helemaal gek laten worden? Swordwat zegt, oh, nou, het lijkt erop dat je inderdaad wel iets begrijpt. Mijn jongere broertje is boven bezig om de voorbereidingen te treffen. Hop wordt nu boos, hè, die we nu battelen. Swordwat zegt, dan moet je ons verslaan. Nou, kom dan. Hij zegt, ik heb deze Pokémon groot gebracht voor dit gevecht, voor dit moment. Nou, daar is die Swordwat. Begint met Surfage. En dat dacht ik al, want dat deed hij namelijk de vorige keer ook. En daarom begin ik nu met Grimmsnarl. Want met Grimmsnarl heb ik lekker super effective moves tegen hem. En dan begin ik met Draining Kiss. Ik denk dat ik de helft ongeveer sloop van hem. Ik denk niet dat ik hem in één keer sloop. Nee, want hij is level 64, jongens. Ah, dit zijn wel hoge level Pokémon. Hij doet Meteor Assault. Dat is een super sterke move. En die sloopt mij in één keer. Ja hoor. Vriend, je wil het zo spelen? Dan krijg je nu een Dynamax Cannon op je bakkes. Als je dan echt zo stoer gaat doen, dan moet je ook tegen Eternatus dus battelen, jongen. Hoppakee, Surfetch'd. Klaar met jou. Een beetje mijn Grimmsnarl slopen. Oké, volgende. Bisharp. Die kan ik ook hebben met Eternatus. Want daar kan ik namelijk gewoon een flamethrower op gooien. Op die bakkes. Kom maar door. Flamethrower op Bisharp. Bam! Dikke doei. Duo Blade. Ja, dat is ook een ijzertype. Dus ja, ik blijf toch eventjes bij Eternatus. Die flamethrower is toch wel super relaxed eigenlijk. Eternatus is wel een beetje OP volgens mij. Die maakt ze gewoon even allemaal kapot, joh. Go Lizzlepot dan. Go Lizzlepot is er eentje voor Rillaboom. Of had ik toch beter Toxtricity kunnen gebruiken? Ik denk het wel. Ik heb zo'n gevoel van wel. Oké, klap hem. Voor meer dan de helft. Kijk, ja, dan gaat hij in ieder geval nu weg. Oh, niet, want het is zijn laatste Pokémon. Nee, doet de Sucker Punch. Nee, joh. Potverdorie. Heeft hij toch twee van mijn Pokémon gesloopt, hè? Ik had gewoon gelijk Toxtricity in moeten zetten. Maak hem even af. Sloop hem even. Oh, je gaat weer Sucker Punchen, joh. Man, die Golisopod doet wel een beetje stoer. Oké, Swordwart. Ben je nou klaar met je lelijke hoofd? Met je lelijke kapsel? Oh, mijn nobele Pokémon. Doe niet zo overdreven, joh, Swordwart. Hij zegt, en zo ben ik verslagen. Hij ziet er wel heel depressief uit gelijk. Ja, jongen. Zo ben je verslagen. Hop zegt, we hebben ze teruggedreven. Nu kunnen we naar het dak. Oh, snap. Oké, ik hoor Zacian of Zamazenta. Sonja zegt, wat is dat voor geluid? En Swordwart zegt, nou ja, ik heb mijn jongere broertje genoeg tijd gegeven. Pierce zegt, zullen we boven gaan? Ja, laten we snel naar boven gaan. Maar, dat laatste stukje van deze battle verdient zijn eigen aflevering. Dus dat gaan we doen in de volgende aflevering, jongens. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze serie. Hij is bijna afgelopen. Abonneer op dit kanaal. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!